Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer een update over de vleesetende planten van Cosmos voor jullie, van de experimentendoos. En we zijn al lange tijd geleden begonnen met deze plantjes zaaien en dit is hoe ze eruit zien. Alleen zijn er nog maar twee over, of in ieder geval nog twee in leven. De Venus vliegenval die is helemaal niet uitgekomen. Kijk, dat is alleen maar mos geworden. En dan hebben we hier zo in het midden onze mimosa. En kijk, je ziet dat de blaadjes een beetje geel worden. Ik weet het niet, misschien hebben ze te weinig zon gekregen. Of misschien heeft de aarde niet genoeg voedingsstoffen meer. Maar in ieder geval is er wel een kleine verandering. Hier zie je dat er nieuwe blaadjes komen. Ik hoop dat jullie het enigszins kunnen zien. Hier zo zie je een soort van nieuw steeltje. Het ziet er een beetje uit als kleine haartjes. Daar komen dan de nieuwe blaadjes uit op een gegeven moment. Dan gaan we eens eventjes verder kijken naar onze zonnedauw. Die ziet er heel erg goed uit. Hij groeit echt ontzettend goed. En dat worden echt grote blaadjes met een hoop dauwdruppels. Dat zijn een soort van plakkerige druppeltjes. En deels kleurt hij ook rood. Dat zie je daar een beetje in het midden. Ik heb een paar weken terug toen een dood fruitvliegje erin gedaan. En dan zou je moeten kunnen zien dat de zonnedauwplant op die plek dan ook een stuk sneller groeit. En ik had ook precies daar het fruitvliegje gegooid. En daar krijgt de plant dus een hoop voedingsstoffen, waardoor die mooier groeit. Dus misschien moet ik dat dan nog een keertje doen. En dan kijken of de zonnedauwplant ook echt op andere plekken groot wordt onder invloed van het vliegje. Verder zie je er rondom wat mos. En zo zag onze Venus vliegenval er ook uit. Maar dat was dus zonder goed te kunnen groeien. Dit is dus onze zonnedauwplant. Die ontwikkelt zich erg goed. En dit was het dan ook alweer over onze vleesetende planten. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Geef me een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!